Vorige maand ging u viral, hè, met een filmpje dat u op een dennentak aan het... Ook hap, maar dan voor een dennenkap. Maar wat was u daar aan het doen? Maar 6 miljoen. Nou, ik ben een voorstander van vegan. En wat was ik aan het doen met die den? Ik wil de jongeren zeggen, als er nou oorlog komt, er is niks wat te koop in de schappen, in de supermarkten. Ga dan eens het bos in. Want het loof van dennentakken en van sparretakken, niet van taxussen, lig je met de hak in de lucht. Maar van die ander wel, dat kun je namelijk eten. Het is ook heel lekker. Oh, ja, is het lekker? Zeker. Wat smaakt het daar? Een beetje naar rucola. Ja. Oh, dat is best lekker. Ja, het is heerlijk. En de herten eten dat ook niet voor niets. Herten, zwijnen, reeën, nou ja, zo'n bambies als ik. Noemt u ook een paar dieren. Maar wat voor reacties heeft u allemaal gekregen op dat filmpje? Nederlandse reacties heel goed, maar ik heb toch een partij vuilbakkerij van mannen gekregen. Dingen die mij dingen vroegen waar ik nog nooit van gehoord had. Zoals? Nou, dat durf ik niet te herhalen. Dat durf ik niet te zeggen aan Telegraaf. Dat kan Telegraaf niet aan. Maar wat vond u er dan van dat u dat soort reacties kreeg? Oh, dan zat ik met grote ogen te kijken. En dan ging ik heel hard trillen, maar dat doe ik wel vaker. En wat ik beledigend vond, nou ja, een heleboel van die Amerikanen die zeiden van, is this Nancy Pelosi or Hillary Clinton? En toen heb ik geantwoord, no, I'm the daughter of Hillary Clinton. Zo. Ja, dat heb ik gezegd. Heel goed. En als ze erover doorgingen, zei ik iedere keer, why do you do this? En zei ik, I'm vegan. I'm vegan. Nou. Very good. Very good, ja. Thank you so much. Ja, en dank jij. Wat een leuk interview.